prachtig zeg. Wat zal die tuinman het druk hebben. Dames en heren, jongens en meisjes, hartelijk welkom bij alweer een nieuwe aflevering van No Limits 2. We gaan natuurlijk weer in deze aflevering achtbanen bestrijden tegen het onrecht en het kwaad. En dat doen we met hulp van jullie mailtjes. En de allereerste mail is een hele enthousiaste mail met heel veel achtbanen. Hij zegt het volgende. Hey Vincent, ik heb een kleine selectie gemaakt van mijn achtbanen. Hierbij zitten bijvoorbeeld ook mijn allereerste achtbanen ooit gemaakt. Bij de derde achtbaan, de Wincoaster, heb ik zelf inversies gemaakt, omdat ik niet wist hoe de prefab elementen werken en nu weet ik dat gelukkig wel. Ik heb ook een extra bestand bijgevoegd van een achtbaan die ik met mijn vader heb gemaakt. Ik weet dat hij niet perfect is, maar goed. De Time Warp heb ik ook samen met mijn vader gemaakt. Veel succes met het bestrijden van mijn achtbanen. Groetjes van Merlijn Evers, aka de Coaster Wizard. Nou, dat klinkt echt heel gaaf. Laten we die achtbanen bestrijden. Maar als ik zo kijk, ga ik ze niet allemaal doen. En waarom niet? Ik wil ook dat andere mailtjes gewoon van pas komen. Dus ja, weet je, iedereen moet gewoon een gelijke kans hebben. Dus ik kies 3 achtbanen van al deze achtbanen. En ik zie al een hele leuke. We gaan naar die rode daar zo. En nu zal je afvragen waarom naar deze achtbaan. Kijk even hoe schattig deze layout in elkaar zit. Het is een dive coaster, maar hij gaat helemaal niet zo hoog. Het lijkt een beetje alsof het een kinderachtbaantje is. Maar hij heeft toch wel een hele toffe inversie daar. Hij heeft ook nog een helix hier. Dus ik denk dat dit best wel een heel gaaf baantje wordt. Hoe heet deze achtbaan? De Ivy of IVE. En natuurlijk zitten wij heel mooi in het midden voor de beste view. Het plateautje gaat zakken en die poortjes gaan open en dan mogen wij gaan vertrekken. En ik kijk even om me heen of er nog meer achtbanen zijn die gewoon heel erg opvallen. Ik zie daar een hangende achtbaan geloof ik. Ik zie in de verte geloof ik ook nog een spinning coaster. Ik zie zo'n gigacoaster. Ik zie van alles. Volgens mij heeft hij van elk type achtbaan heeft hij gewoon eentje neergezet. En ik vind het heel tof dat hij al die achtbanen in één groot achtbaanland heeft gestopt. Geweldig. Heeft ook een heel mooi uitzicht vanuit iedere achtbaan. Nou, daar gaan we dan. Een snelheid van 70 misschien? Gaan we dat halen? De 73. Dat is een mooie snelheid. En meer heeft hij ook eigenlijk niet nodig. Dan schieten wij hier in die prachtige bocht langs het station. Het is echt een hele korte layout, maar ik vind hem geweldig. Ik ga hem toch 4 tonnetjes geven. En waarom? Ja, de omgeving ontbreekt natuurlijk. En het was niet echt een hele sterke layout, maar ik vond hem wel origineel. En daarom vond ik hem leuk om te gaan bestrijden vandaag. 4 tonnetjes en we gaan snel door naar de volgende achtbaan. En coaster nummer 6 lijkt me ook geweldig. En waarom? Er zat volgens mij een lancering in hier links. En hij heeft hem ook heel compact gemaakt. En jullie weten natuurlijk dat ik heel erg fan ben van compacte achtbanen. En vooral van een lanceerachtbaan. Daar wil ik zeker mijn bed voor uit. Dus we gaan deze bestrijden. En deze achtbaan heet nummer 6. Gelukkig worden er geen 2 zesjes achter 6 geplakt. Want dan krijg je dus het nummer van de duivel. Maar dan weet je misschien wel dat het gaat om het snelheidsduivel. Dat zou natuurlijk wel kunnen. Nou, we gaan de bocht om en hoe hard zullen wij gaan met de lancering? Ik denk toch wel een 65, 70 kilometer als ik het zo zie. Maar we worden verrast. We gaan, 80 kilometer per uur. Een mooie snelheid. De eerste heuvel, gelijk in de bocht. Ja, het is gewoon een heel kleine layout, maar gewoon hartstikke leuk. Het lijkt net alsof al die achtbanen die hier staan een hele kleine layout hebben. Maar op de achtergrond zien we ook zo'n mega achtbaan. En die is natuurlijk wel een stuk groter en langer dan deze achtbaantjes die hier middenin staan. Nou, en voor mij mocht hij wel 2 rondjes gaan eigenlijk. Zo kort was die. Maar ik vond hem wel heel tof. En deze krijgt ook gewoon 4 tonnetjes. Gefeliciteerd. Deze ziet er echt grandioos uit. Het is de Mini Bob. Het is geen spinning coaster, anders had ik hem waarschijnlijk niet gedaan. Maar hij ziet er echt zo gaaf uit. Gewoon de hele layout. Heel speels. Laten we gelijk een ritje maken in de Mini Bob. Dit zou echt zo'n achtbaan kunnen zijn voor een kermis. Superleuk, een hele steile opdakeling. Dan zijn we zo snel mogelijk boven. Heerlijk joh, kijk eens even. Ja, dat is echt een leuk baantje. Ik zag hem vanaf de buitenkant en ik werd eigenlijk spontaan verliefd. Dat is mooi hè? Als je een achtbaan ziet en dan weet je zoiets van... Ja, dit wordt hem gewoon. Dit gaan we selecteren voor de aflevering. Hier hou ik van. Gaan we over het station heen. Beetje remmen natuurlijk, anders gaan we waarschijnlijk te hard door de bocht. Gaan we over het inrangeersysteem heen, of het stationnetje bedoel ik dan. En dan gaan we hier naar de remmen. Echt een hele kleine achtbaan. Maar ik geef deze dan wel 5 tonnetjes. En dat is puur omdat het mijn smaak achtbaan is. Absoluut. Ik vond hem superleuk. Gefeliciteerd. Maar hij heeft nog een achtbaan opgestuurd. En die gaan we dan nu doen. Want die heeft hij gemaakt met zijn vader. Oh, wacht even. Deze achtbaan hebben we in de vorige aflevering gedaan geloof ik. Dat is die achtbaan die hij heeft gemaakt met zijn vader. Nou, die was ook wel heel bijzonder. Het was niet echt een hele toffe layout, maar deze kan ik nog herinneren. Ik dacht dat ik dit mailtje nog niet had gedaan, maar blijkbaar wel. Dus nou, we gaan snel door naar de volgende. Hoi Vincent, ik heb weer een nieuw baantje gemaakt. Hopelijk vind je hem leuk. Met vriendelijke groeten van Bart Meenderink, Yangtoru in de comments. Nou, bedankt Yangtoru. Hopelijk zeg ik het goed. Kijk eens even hoe mooi dit eruit ziet. Geweldig, de omgeving, de achtbaan die zo door die omgeving gaat. Prachtig, dit wordt wel echt een 5 tonnetjes attractie. Laten we hier via de ingang verder lopen. Want ook de ingang is helemaal aangekleed met omgeving. Prachtig zeg. Wat zal die tuinman het druk hebben. Of het moet er gewoon een hoop regenen. Dat kan natuurlijk ook. En dan kunnen we hier gaan instappen. En daar vertrekken wij dan. Ik ben erg benieuwd naar deze achtbaan. Kijk eens even. Daar begonnen we dus op dat pleintje. En ja, vaak is ook de eerste indruk het beste. En dat voelde gewoon gelijk goed bij deze baan. Mooie wolk ook. Kijk eens even. Fotorealistisch. Dan gaan we naar beneden. Misschien halen wij 85, 90 kilometer. Daar gaan we. En oeh, bijna 93 kilometer per uur. Gaan we onder de kettinglift door. Heel mooi gedaan. Het water is ook echt heel aquablauwachtig. Zie je dat? Prachtig. Zomers water. Gaan we langs het station. En dan komen we weer in die inversie. Dit is zo fantastisch. Kijk eens even. Ook van heel gaaf gedaan met die ondersteuning. Dat je er helemaal onderdoor raast. Ja, wat kan ik hierover zeggen? Ik kan hier gewoon weinig over vertellen dan dat het gewoon een toffe, goede baan is. En dit kunnen we eigenlijk geen 6 tonnetjes geven, maar als het kon had ik het gedaan. 5 tonnetjes, gefeliciteerd. Een prachtig project. En we gaan door met de laatste achtbaan voor deze aflevering. Hey Vincent, je zult het niet verwachten, maar ik ken je No Limits serie al vanaf heel erg lang geleden. Mijn eerste achtbaan kwam in aflevering 25 voor en na een hoop andere meuk bleef ik maar maken en nog eens maken. En het laatste wat ik gestuurd heb is Big Park uit aflevering 300. En ik keek daarna terug en ik vond het allemaal best wel slechte banen. Dus ik heb er eens na een lange tijd mijn No Limits erbij gepakt. En ik heb geleerd van die 4 jaar slechte achtbanen naar je opsturen. Dus dit is wat ik heb gemaakt. Een Mack Launch Coaster, B&M Hyper en een Gerstlauer Infinity Coaster. Negeer ook even de foutmelding in het begin als je bestand opent. Nou ja, ik hoop dat er genoten gaat worden van deze, al zeg ik het zelf, prachtbanen. Met vriendengroeten van Steffert. Nou Steffert, dankjewel Steffert. Omdat we al zoveel achtbanen hebben gedaan in deze aflevering doen we vandaag even eentje. En de rest van de 2 achtbanen doen we in de volgende aflevering. Daar gaan we richting de lounge, halen wij de 90. Dat gaan we vanzelf zien. We staan even stil in de Cobra. En daar vertrekken wij dan met een snelheid van 87 km per uur. En ik zag naast mij dat er nog een lancering was. Dus dat wordt dadelijk waarschijnlijk nog harder gelanceerd worden. Ik denk richting de 105. We gaan het vanzelf zien en natuurlijk ook meemaken. Over het water heen. Lekkere bochtjes. Dit gaat zeker soepel. En ik kan me je andere parken niet meer herinneren. Vooral die niet uit aflevering 25. Maar dat is echt heel lang geleden. En tof dat je nog altijd die serie volgt. En dat je nog altijd bezig bent met achtbanen maken. Halen wij 100 km per uur. Heerlijk. Kijk eens even. Dit is heel erg vloeiend. Hele steile drops. Geweldige bochten. We gaan door een tunneltje heen. Dit is gewoon geweldig. Wat een toffe baan. Ik ben erg benieuwd naar je andere projecten. En dat ga je dan zien in de volgende aflevering. Maar ik zeg je nu al bij deze. Deze achtbaan krijgt voor mij al een dikke 5 tonnetjes. Misschien een beetje te snel beoordeeld. Maar de rest van de baan kan niet slechter zijn dan wat het al is. Geweldig. Nou ja, wat ik al zei. Ik ben erg benieuwd naar jouw groene en jouw blauwe achtbaan. Die we dan in de volgende aflevering gaan bestrijden. Samen met nog meer achtbanen natuurlijk. Je hebt het goed overtroffen en je mag ook zeker weten van jezelf zeggen dat het prachtige banen zijn. Want het is ook zeker een prachtige baan. Tot de volgende keer bij een nieuwe aflevering van No Limits. Laat vooral een duimpje achter en ook even in de reacties weten wat je van deze 8 banen allemaal vond. Doei doeg! Ik heb nog even een kleine mededeling, dames en heren. Ik merk dat er soms wel eens mensen een project opsturen en dat is dan een park. En in dat park staan dan meerdere 8 banen. Is op zich wel een leuk idee, alleen ik vind het een klein beetje oneerlijk tegenover de andere mensen. Omdat ik vaak ja, zo'n project moet indelen in meerdere afleveringen of één grote aflevering. Ik wil liever gewoon aandacht besteden aan meerdere projecten van meerdere personen. Dus als je een project maakt, doe dan losse achtbanen en stuur die gewoon om de 10 dagen op bijvoorbeeld. Dan is het gewoon eerlijk. En dan is het voor mensen ook heel leuk om iemand te zien terugkomen dan dat we 12 of 13 achtbanen achter elkaar doen van dezelfde persoon. Dat zorgt ook een beetje voor variatie in de serie. En voor mij is het moeilijk om achtbanen over te slaan natuurlijk. Dus ja, logisch ook. Maar hou daar rekening mee. Dank jullie wel. Ik dacht, ik geef het even als een soort melding. En ik vind het sowieso heel tof dat jullie nog steeds gewoon zo fanatiek bezig zijn met dat spel. Dat sowieso. Dus ja, oké. Nu gaan we echt naar het einde. Doei doei!